Hallo jeugdjournaalkijkers, we gaan beginnen! Je oké dit liedje? Wij houden van anime! Wat doe jij voor het moment? Kijk, ik vind de video eigenlijk heel grappig geworden. Kan je me wel even vertellen, Abson, wat doen we in dit park? Dit noem ik wel TikTok Park. Dit is echt het park waar ik altijd kom, want hier kan je alles in de wereld filmen. Ben je ready voor een interview? Ik ben zeer ready voor een interview. Abson, kan je vangen? Tuurlijk. Komt-ie. Ik vang heel de dag door, joh. Netjes. Hoe was een idee bij jou gekomen om gewoon grappige video's te maken? En hoe ging je viral? Doei. Nou, dat is een hele goede vraag. Ik leef zo. Heel de dag door zat ik al bij mensen te gek te doen. Toen was een hele goede vriend van mij, hij zei... Je moet even op TikTok, want ik denk dat dit echt gemaakt is voor jou. De eerste video was direct echt een zieke klap. Die had volgens mij 600.000 views, de eerste video die ik had geplaatst. Mijn kat is net weggerend, ik ben hem aan het zoeken. Het is gewoon een soort de documentaire van mijn waanzin. Het is me eindelijk gelukt! Wat? Ik heb een volledige baard! Wat vind je het leukste aan TikTok? Groetjes! Ah, groetjes terug! Ik denk dat gewoon het kort, crazy aandacht trekken doen... is gewoon misschien de beste way om mij te describen. In heel korte tijd iets grappigs doen, daar ben ik goed in. Ja. Zag je? TikTok of Insta? TikTok. Den Bosch of Rotterdam? Rotterdam. Somalisch eten of Nederlands eten? Somalisch eten. Oeh. Ontbijtgerecht genaamd Anjero. Oh, dat is zo lekker. Handtekening uitdelen of selfie maken? Selfietje. Kom een selfietje maken. Klik, klik. Hoe kom je aan het idee van je video's? Doei! Soort, ik kan wakker worden en denken, oké, wat ga ik vandaag doen? En dan de meest gekke, belachelijke ideeën. Dus soms denk ik van, oké, ik wil vandaag een bacterie zijn. Ik ben heel je immuunsysteem de baas. En dan koop ik een pot verf, verf ik mijn gezicht groen, stap ik in een metro, ga ik helemaal gillen in de metro. En denk ik van, nee, nee! Waarom heb jij nu constant ook dat je het wil posten, dat je het wil delen? Het voelt alsof ik gewoon een soort fanbase heb die dit even erg waardeert als... De Epson Army. Ja, de Epson Army. Ook vaak krijg ik mensen in de comments van... Je moet eens een keertje een naaktslag doen. Dan denk ik... Dat is een goede generaal van de Epson Army. Dat ga ik doen. Ah, stopper. Waarom is hij zo leuk? En hij heeft ook heel veel respect voor zijn fans. Ik vind het echt fantastisch. Het is, ik schrik er altijd een beetje van, maar ook gewoon... Ook net wel echt een paar kleine kids die me gewoon zomaar gewoon echt zo... Toen dacht ik echt van wauw, dat is zo puur. Vandaag gaan we het hebben over slavernij. Kom even allemaal naar Appie toe en zeg sorry Appie. Sorry Appie. Ja. Jij maakt heel veel grappige filmpjes. Maar het gaat soms wel over onderwerpen die een beetje soms moeilijk bespreekbaar zijn. Maar waarom vind je dat belangrijk? Het is soms ook de eerste introductie voor deze jonge kinderen aan racisme. En zijn er dan ook... Misschien dingen die je in je eigen leven hebt meegemaakt? 100%. Alles. Alles wat ik... En vind je dat dan niet moeilijk om dat dan zo te laten zien? Ik vind het juist een soort uitlaatklep of zo voor mij. Dan zie ik ook echt in de comments dat mensen zijn op die van... Super grappig, maar ik als een blank persoon bijvoorbeeld... vind het heel naar en ik vind dat we dat niet moeten doen. En dan zie ik echt van wauw, ik heb echt iemand geïnspireerd om beter te gaan gedragen door een video. Oké, in TikTok, wat gaan we maken? Het idee wat ik heb is jeugdjournaal be like. Ik vind het ook altijd heel grappig dat soms stellen jullie een heel serieus vraag aan een super schattig klein kindje. En dat vind ik gewoon een grappige scenario. Wat vind jij van de situatie in Oekraïne? Mijn mama maakt vaak pasta, maar ik vind het eigenlijk niet zo lekker haar pasta. We zien jou altijd, ja. Maar we horen ook altijd de stem. Ja. Dat ben jij, denk ik. Dat is Lennis. Wat kan je eens een sekje noemen? Hier heb ik ook nog een haar. De total... De baas van de video is Alennis. Word jij nooit eens moe van hem? Jawel. Begrijp ik. Ik vind het niet meer grappig. Lastig. Lastig, ja, dat is ook een beetje oorlog. Schaam jij je niet om zulke TikToks te maken? Oeh, hele goede vraag. Ik ben echt tot de rand gevuld met scheid. Dat is echt hoe ik het zou verwoorden. Echt waar, ik heb echt heel veel scheid aan wat mensen... denken en hoe mensen naar me kijken. Helpt dat jou gewoon in je leven? Zeker. Iedereen denkt aan zijn eigen stress of eigen hoe hij eruit ziet of eigen ding. Dus nee, ik schaam me niet echt, man. En wat zou je echt nog willen? Is dat TikToks blijven maken? Sowieso, want dat is gewoon hoe ik mijn creativiteit dagelijks kan uiten.
Ik wil mijn eigen tv-show. Oh. Weet je, het is een exclusive. En wat zou je dan willen? Ik denk gewoon net als mijn TikToks, gewoon scenario's, maar dan gewoon achter elkaar allemaal vage scenario's. De Absent Show, wauw, daar zou ik echt heel trots op mezelf zijn.